De allerbeste racehandschoen van Revit heeft een design-update gehad. Deze handschoen is gemaakt met de technologieën vanuit de MotoGP om jou zo veilig mogelijk de finishlijn over te krijgen. Ik ben Marjolein van Moto Kleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Revit GRS 3, beschikbaar bij motokledingcenter.nl. De Revit GRS 3 is precies dezelfde handschoen die onze motocoureurs in de MotoGP gebruiken. De handschoen is gemaakt van een slijtvast en sterke rundleer en voorzien van alle veiligheidsaspecten die je van een motorhandschoen kan verwachten. Deze handschoen is speciaal gemaakt voor de serieuze motorrijder die waarde hecht aan prestatie en veiligheid. Als we gaan kijken naar de handschoen, dan zien we dat deze voorzien is van sterke stiknaden aan de zijkant van de handschoen. En deze zorgt ervoor dat de handschoen niet uit elkaar kan slijten mocht je komen te vallen. Als we naar de vingers kijken, dan zien we dat deze stiknaden aan de buitenkant van de handschoen gestikt zijn. En dit heeft een heel groot voordeel, want het zorgt ervoor dat als je de handschoen aantrekt, dat je deze stiknaden niet aan de binnenkant van de handschoen voelt. Op deze manier blijf je dus en comfortabel en veilig. Verder is de handschoen voorzien op de kritische delen van extra verharde protecties. En deze zorgt ervoor dat mocht je komen te vallen, dat je hand dan niet beschadigd raakt. Aan de buitenkant zien we de knokkelprotectie. En deze knokkelprotectie die valt gewoon soepel en mooi om je knokkels heen. Dus tijdens het rijden ga je deze niet voelen. Maar mocht je komen te vallen, dan geeft deze wel de nodige bescherming die je van deze handschoen kan verwachten. Nou, deze handschoen is voortgekomen uit de awardwinnende GRS Pro. En dat kun je zien aan alle dingen die op deze handschoen te zien zijn. Zo is de binnenkant van de handschoen voorzien van een Kevlar vezel. En Kevlar dat is een aramide vezel. En deze zorgen ervoor dat mocht je komen te vallen, dat ook deze stof gewoon bij elkaar blijft. Dus dat je... Dat hij niet open kan schuren. En alle protecties op deze handschoen zijn gemaakt van een Trionic materiaal. En dit zorgt ervoor dat impact die er vrijkomt op het moment dat je valt, dat deze niet wordt overgedragen aan je hand. Waardoor je nauwelijks last zult hebben van de schokken die je hand krijgt te voortduren. Nou, deze handschoen is voorzien van twee klittenwandsluitingen op zowel de pols als de manchet. En die zorgen ervoor dat als je de handschoen aantrekt, dat deze dan makkelijk aangaat en dat je hem goed kan afstellen om je hand heen. En ook met je jas eronder, dat deze gewoon goed aansluit op de jas. Nou, als we kijken bij de binnenkant bij de vingers, dan zie je ventilatiegaatjes. Deze gaatjes zorgen ervoor dat overtollige warmte en transpiratie makkelijk de handschoen kan verlaten, zodat je ook aan de binnenkant van de handschoen gewoon droog en comfortabel blijft. Aan de binnenkant van de handschoen zien we ook een wat stugger leer. En dit leer zorgt ervoor dat je gewoon een goede grip hebt met het stuur van je motor, zodat je ook gewoon goed je motor in controle kan houden. Nou, de binnenkant van deze handschoen is gemaakt van een Pittards geitenleer. En dit geitenleer dat is het soepelste leer wat er bestaat. Dus ook aan de binnenkant van de handschoen blijf je gewoon comfortabel en heb je gewoon een goede grip met je motorstuur. Zodat je ook gewoon veilig kan rijden als je aan het motorrijden bent. Nou, buiten dat de handschoen dus aan de binnenkant van de vingers voorzien is van perforatie, zien we hier ook bij de knokkelprotectie ventilatieroosters. En deze zorgen ervoor dat dus wind van bovenaf makkelijk de handschoen in kan gaan en dus eventueel ook de handschoen kan verlaten. Ook aan comfort hebben ze bij deze handschoen gedacht. Zo zien we op de vingers een accordeon stretch en deze zorgt ervoor dat je je vingers goed kan bewegen. Op deze manier raak je niet vermoeid omdat je handen gewoon in een natuurlijke positie gehouden kunnen worden tijdens het rijden. Nou, wil je deze handschoen nou komen proberen of bestellen, dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of op onze website motorkledingcenter.nl. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij Motorkledingcenter doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Vond je dit een nuttige video? Doe dan je duimpje omhoog. En wil je weten wat jouw perfecte maat motorhandschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Marjolein van Motorkledingcenter TV. Dankjewel voor het kijken.